gaan we heen, naar boven. En hier gaan we zo ergens naar beneden steppen. Steppen. En dan komen we hier weer uit, ergens. Is dat gevaarlijk? Nou, ik vind het wel eng. Mooi. Ja, ik vind het wel eng. Ja. Het is eng, dus... Voordat we op die step de berg af kunnen denderen, moeten we eerst naar boven. Gelukkig blijkt de stoeltjeslift niet alleen door skiers gebruikt te worden. Zijn jullie skiers? Nee, skiën doen we niet. We hebben echt in de zomer, meestal in de zomersvakantie. Ja. Dus niet in de winter. Dus ja. En bent u nog aan het werken in Nederland? Ik ben net gestopt met werken. Ik heb een klein half jaar, ja, iets meer dan een half jaar ben ik gestopt. Ik zat in de zorg. Ach, wat deed u dus dan? Dus ik was ziekenverzorgende. En wat heeft u gedaan? Ik ben altijd automonteur geweest. Goed, wat vond u daar zo leuk aan? Het idee van, er komt iets binnen wat niet fijn meer rijdt, niet fijn meer loopt. En dan gaan we weer aan de gang en dan gaat weer de deur uit. En mensen, ondanks hoge rekening, eventueel toch tevreden. Want ja, er is wel wat aan gebeurd en dat merken we en dat voelen we. En ja, dat geeft voldoening. En hebben jullie kinderen? Nee. Nee? Nee. Soms is het wel heel erg jammer. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, als je kinderen hebt, dan heb je zorgen. En als je geen kinderen hebt, heb je weer andere zorgen. Ik bedoel, er zijn leuke dingen aan kinderen. Ja, maar dat is jullie gewoon nooit gegeven? Nee, het is ons niet gegeven. Nee. Maar goed, dan ga je meer op elkaar richten, hè? Ja. Dus ik voed hem op en hij voedt mij. Zo doen we dat. Ja, en hoe lang zijn jullie al bij elkaar? Vanaf Jens? 35 jaar. Ja, 35 jaar zijn we getrouwd en 1 jaar verkering. Wie is er de baas in die relatie? Ik. Nee hoor. Ik ben de baas, maar mijn vrouw zegt gebeurd. Wandelen, klimmen, kletteren. De actieve vakantieganger kan in Oostenrijk zijn lol op. Prachtig hier, hè? Ja, het is hartstikke mooi. Het is echt mooi. Ja. Ik zie hier onze drie voertuigen. Het ziet er ook levensgevaarlijk uit, want hier ga je natuurlijk mee naar beneden. Hier gaan we mee naar beneden. Ja. Je kunt remmen als je te hard gaat, maar dan moet je wel allebei de remmen tegelijk in trekken. Want anders dan, als je alleen de voorrem doet, ga je over de kop. Dus, jawel. Je gaat hartstikke hard. Het is doodeng. Die op je knieën of op je elleboog? Allebei. Allebei. Zo'n tochtje per step de berg af lijkt totaal ongevaarlijk. Maar voor de zekerheid krijgen we toch wat bescherming mee. Hoe oud ben jij eigenlijk, Klaas? 61. Dus je gaat hier met je 61 een beetje een of andere levensgevaarlijke tienerstuk. Ja, erg hè. Wat vind je zo mooi aan? De kick. Gewoon de kick. Gewoon leuk. Ik vind zo'n helm altijd heel elegant. Ja. Ik denk altijd... Oké, kom op. Jij eerst, dan komen wij erachteraan. Kijk uit! Ja, pas op, hè. Ja, ik vind het stoer, hoor. Hey. Oh, jezus! Ja, het ziet er een beetje lullig uit. En dat is het ook, maar toch behoorlijk eng. Oh! Doe het wel! Als je er eenmaal aan gewend bent, is het heerlijk. Het tempo is lekker en onderweg geniet je van de prachtige natuur. Helaas zijn er ook passages die niet bergaf, maar bergop moeten. Zo omhoog, hè? Ja, maar beneden is toch eigenlijk beter, hè? Ja. Ja, daarom ga je ook de berg af, hè? Ja. Gaat-ie, Klaas? Zeker. Is die hoogte een beetje, hè? Ja, behoorlijk. Ja. Je zit hier toch ook op 1500 meter of zo, hè? Zeker. Ja. Ingrid, hoe is het met jou? Goed. Ja? Ja, geweldig. Beetje warm? Ik heb het heel warm. Ja. En een beetje... buiten adem, maar dat komt net van steppen. Ja. Dat moet een beetje hard natuurlijk, hè? Kijk, je moet zo doen. De twee oudjes doen het fantastisch, maar dan moeten we hard naar beneden. En dat gaat werkelijk met een rotvaart. Nou, die gaan er hard vandoor, zeg, deze twee oudjes. Je kon erop wachten met die kiezels. Klaas verliest de macht over het stuur. Klaas houdt zich goed, maar hij is echt lelijk onderuit gegaan. En zijn handen zitten onder de schaafwonden. Gelukkig is Ingrid op alles voorbereid. Alles doet het weer en we kunnen weer met gevaar voor eigen leven de berg af. Ik zou eigenlijk recht naar beneden moeten, dat lijkt me leuk. Ja. Wat
Wat een bikkels. Het was echt een bloedstel op een gegeven moment. Hij was bijna dood geweest. Bijna mijn levensverzekering. Kreng! Ja. En wat vond je ervan? Eng. Heel eng. Ja, vooral al die losse steentjes, die dingen. En toen hij ging, vond ik het helemaal eng. Dat was gewoon wel even stress, toch? Wat, toen ik onderuit ging? Ja? Ja, even, ja. Maar gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Anders durf je nooit weer. Maar ondanks de stress zijn jullie zo lief voor elkaar. Nou. Dat vind ik goed. Ja. Ja, dat geeft hoop voor de komende 30 jaar, hè? Oh. Dat was net. Dat was net, hoor. Dat was net. Heb je echt niks gebroken? Nee. Je krijgt echt geen schadeclaim, dus... Oké, we gaan nog een klein stukje. Kom op. Ja.